dat je kijkt naar een nieuwe vlog van Schootavontuur hier in Hongarije. Het is vandaag maandag 12 augustus. We hebben ons klaargemaakt en we gaan er vandoor. We gaan richting de stad. Vorige week probeerden we naar de bank te gaan, een paar dorpen verder. Maar dat kantoor was opgeheven, je kon alleen nog maar bij de pinautomaat komen. Wat we gaan doen met de bank, weet je het niet. Kijk vooral even de laatste vlog terug, dan weet je wat we gaan doen bij de bank. Dus we hebben alle spullen weer gepakt. Het registratietrouwboekje ding van ons hebben we ook alweer bij. Dus andere papieren zijn bij. Nou, we hebben alles weer gepakt. En we gaan de hondjes weer lekker naar binnen doen. Dan kunnen ze lekker binnen koel blijven liggen. Want het is vandaag weer lekker warm. En het wordt deze hele week weer lekker warm. Want volgens de statistieken of volgens de meteorologische weet ik veel wat, wordt het van deze week weer een heerlijke hittegolf hier in Hongarije. Heerlijk. Nou, we wensen heel veel kijkplezier met deze nieuwe vlog. Zit de taxi naar de stad Natchkanice of niet? Natchkanice. Nou, we zijn in de stad. We hebben een mooi plekje in de schaduw kunnen vinden. En bij de kerk gaan we even betaald parkeren doen. En dan gaan we daar zo naar de OTP. Ja, gaan we? Ben je door een basis? Ja. Oh ja. Uit de Canisa basis. Nou, de OTP is gelukt. Nu gaan we richting voorbij de kerk daar zo. Want daar is het winkeltje, het wollen winkeltje. Maar daar gaan we niet voor wol, want het is veel te warm voor wol. Nee, we gaan voor schoenveters, voor meneer Patrick van Geel. Het is hier wat rustiger in de straat, dus makkelijker uitleggen. In Nederland kan je gewoon een, noem je dat, een rekening samen hebben. Ja, dan kan je in ieder geval een rekening op twee namen zetten. Hier in Hongarije kan je niet zeg maar alle twee een pas krijgen en dan samen die rekening hebben. Het enige wat wel kan, is mocht er nou overhoop tot met Patrick gebeuren. Zal het lang duren nou? Nee, schatje, ik hou te veel van jou. Ik ga je echt niet zomaar omleggen. Ik hou alles van jou, zeg je dan. Ik hou veel van jou, ik hou alles van jou. Oi. Dan gaat hij weer in de schaduw lopen. Dus, nou is in ieder geval geregeld dat ik gewoon altijd erbij kan, wat er ook gebeurt. Dus, dat was eigenlijk het belangrijkste. Dat we allebei, dat we dan niet in de problemen komen. Nee. Ik kon ervoor kiezen om zelf dus ook een bankpas te nemen. Met een aparte banknummer ook weer. Maar dat is niet nodig, want we doen alles met één pas. Dus waarom zouden we twee passen aanvragen? Dan zit je weer met twee accounts, wat helemaal niet nodig is. Dus wat ga je doen? Je hoeft niet naar de kapper. We gaan, ik zal de camera daar zo naar het stoffenwinkeltje. Nou, geregeld. Schoenveters. En veters die meneer door zijn broek heen wil hebben. Ja, dat is lesbrommersje. Met de lesauto erachter. Heerlijk.
Nou, nu gaan we naar de auto. Of is het lopend makkelijker? Ik zou het niet weten, ik weet niet wat het is. Oh, weet je nog wel de naam? Nee. Oh, ze moeten gaan rondjes gaan rijden. Ik weet al wel waar het is. Ja, het is op de weg richting vanaf de grote Spar. Nou, dat ding is. Dus je kan wel het beste langs deze kant rijden. Niet helemaal weer terug daar bij stoplicht op, maar langs deze kant. Dat bedoel ik. Langs het ziekenhuis rijden. Patrick wil nog voor onderdelen kijken voor die grasmaaier die heeft in onderhoud heeft. Kijken of ze het daar hebben en wat het dan überhaupt gaat kosten. Maar dat is ook hier in de stad, dus daar gaan we nou ook gelijk langs. We zouden toch helemaal in de stad zijn, dan regelen we al die dingen die even nodig zijn. En dan gaan we weer op naar Borsa, want Patrick heeft het warm. En die probeert alle schaduwplekjes op te zoeken. Hij wilde emigreren naar een warmere land, waar ze in de zomer warmere temperaturen hebben. En nou heeft hij te warm. Succes, hè, manneke. Daar is het winkeltje. 3 keer een rondje gereden. Oh, we hebben het weer gevonden. Ik zei tegen Patrick, het is die kant op, hoor. Ja, maar we hebben het gevonden. Dus ik blijf even zitten, want als ze nou weer de ramen dicht moeten doen van de auto, noem maar op. Hij is zo weer buiten, dus. En dan gaan we weer op naar huis. Het is nu alweer 11 uur. Maar alles is geregeld. En dat was het voornaamste. Dat het dit nou allemaal gewoon geregeld is. Dat hij hier een prijsopgave kan doen althans. Als ze het überhaupt verkopen. Dan is dat ook mooi meegenomen. En dan gaan we naar huis. Naar de hondjes. En wat ik al zei. Kettenpers. En meneer staat weer buiten. Is het gelukt? Nee. Verkopen ze niet? Jawel, jawel. Ja, dat kon je ook bestellen. Dat moest je ook bestellen natuurlijk. Oh, dus hij kon de prijs nog niet zien? Nee. Hij kan pas de prijs vertellen als hij besteld heeft natuurlijk. En dan de typo's en dingen als zo's. Oh. Zeg maar een typo's zo's. Ja. Foto, ja. Nee. Dus. Oké. Okay. Een koe is geen mus. Een koe is geen mus. Dat kan het wel doen. Ja, hé, hey, ik blijf geen richting meer vertellen waar we heen moeten. Want jij doet toch wat jij wil. En je hebt vandaag geen gevoel voor richting. Heb je wel gevoel voor ritme? Zet maar eens een mooi leuk nummersknop. Kleintje uit de keuken, kom. Lopen. Lopen, 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 lopen. Ze is helemaal niet kwaad. Gewoon uit de keuken. Het zal niet lang meer duren. Nou, ik ben vandaag goed gehumeurd, toch? Gewoon niet zomaar kwaad. Snap ik. Ah, meneer is gelijk bang dat ik hem omleg. Nou jongen, wat leuk jullie gekend hebben. Ga nergens over het bakken. Ja, want dat hadden we 4 jaar geleden al zo hadden gehad. Anders hadden we het 4 jaar geleden al zo geregeld, hè. Maar ja, toen ging het vrouwtje naar jullie toe, want jullie zaten bij de auto, hè. Het was toen ook veel te warm. Nee, dat is helemaal niet goed, hè. Nee. Dus ze zijn het vrouwtje naar jullie gegaan, hè. Oh. Oh. Oh, wat een slecht licht. We zijn al een aantal uren thuis. Patrick is druk bezig achter de laptop geweest, want hij heeft... We gaan niet zeggen wat. Hij heeft een cadeautje gekocht voor ons. Cadeautje. Cadeau! Dat komt van de week of volgende week komt het binnen. Maar we gaan nog even naar een paar dorpen verder. We moeten nog een hapje eten, dus dat willen we buiten de deur doen dit keer. En we gaan geld afhalen. Dus we nemen jullie mee on tour, want we gaan weer de deur uit. Alweer.
Twee keer per dag, nu zijn we de deur uit vandaag. Twee keer toe. Moet niet gekker worden. Nou, we zijn doorgereden naar het water. Ik zeg proost. Zij zei hem. Proost. Proost. Shop. Nou niet. Shop. Shop. Shop, shop. We gaan eens kijken wat ze te eten hebben. Nou, eet smakelijk, meneer Hulke. Het was een kleine kaart. Het was een kleine kaart, maar ideaal voor hier aan het water. Draaien ze geen verlies. En het is makkelijk uitkiezen. Draaien ze geen verlies? Ja, anders moeten ze heel veel inkopen. En als er dan niemand komt... Eet smakelijk. Wij zijn weer thuis. Ja. bikini is aan. Ik denk dat jij je zwembroek aan gaat trekken. En dan ploffen we ons zwembad in. Want het is melk. Warm. Warm, warm, warm. Maar wel lekker. Ja hoor. Ja, toch? Dat betekent dat we rustig aan doen, dat we niet heel hard, dat we niet heel hard hoeven te werken en dat we lekker kunnen plonsen in ons zwembad. We hebben ook een keer vakantie. Wij hebben ook een keer vakantie, soort van. Een dagje of twee, drie, vier, een paar weken. Het blijft nog wel een paar weken warm. Dus, komt goed. Volgende week wordt koud. Ja, 4 graden kouder. Nou, wij ploffen lekker het zwembad in. Laat je hoofd te zien. Ik heb hier een wat zei je ook alweer? Nee? Hoe lopen? Ik heb een stuk onkruid gevonden naast het zwembad. Dat is geen onkruid, dat is kruid. Oh. Manneke, manneke, manneke toch. Het is inmiddels 8:55. Maar we komen net pas weer thuis. We hebben nadat we in het zwembad hebben gelegen, zijn we nog even... bij de buurvrouw geweest, een paar huizen verderop, waar Patrick weer volgende week gaat graven, ook voor hun aansluiting te doen voor de riolering. Dus daar zijn we geweest, maar nu is het echt tijd dat even alle planten naar water krijgen. De tuin ga ik nu niet meer zien, dat is nou echt donker, helaas, dus dat moet morgenochtend. Maar voor nog wel even water geven. Ja, dan ga ik daar al niet meer zien, dan ga ik over mijn eigen voeten heen vallen. Oh. Zie je nog wel even, want die komkommers hangen helemaal slap. Warm geweest. Oké, ik ga even water geven. Ga je helpen? Ga je helpen? Pepertjes moeten ook water. Die pepertjes, ja. Kom maar zo, die jongen, slap. Zo warm het was. De plantjes waar ik bij kon, waar ik de lampen bij kan hebben, die zijn, hebben we water gehad. Patrick zit lekker in de tuinkamer tv te kijken. Wij gaan genieten van onze avond. En daarna rapido naar bed. Want morgen hebben we weer veel dingen op de planning staan. Althans, veel dingen. Er moeten echt wat dingen gebeuren in de moestuin. Moeten dingen ook weer geoogst worden verwerkt weer worden. Dus er staat weer wat te wachten. Want ik heb vanavond, althans vanmiddag, de eerste rode paprika's gezien die er af mogen. En we hebben nog heel wat tomaten liggen. En zo zijn er nog heel veel soorten groentes. Die moeten worden verwerkt. Dus er wordt weer veel van ons gevraagd. Althans, veel van ons gevraagd. Er wordt weer veel werk wat op ons ligt te wachten morgen. Dus voor nu sluiten we de vlog af, want we willen zo lekker naar bed. Duimpjes omhoog, vergeet je niet te abonneren en laat een leuke reactie achter. En we hopen dat je het leuk vond om toch nog eventjes met ons een toertje te doen. En wij zijn blij dat we in ieder geval alle dingen, belangrijke dingen, nu eindelijk ook echt goed hebben kunnen regelen. En dus niet meer elke keer vergeten. En dan zien we heel graag morgen weer bij een nieuwe vlog. Tot morgen, doei doei!